De bewustwordingscampagne rond de Conventie voor de Rechten voor de Mensen met een Beperking is gisteren gecontinueerd op de verschillende scholen. SOSAVO werkt hierbij samen met de UNICEF omdat velen binnen de samenleving nog niet weten wat er allemaal in deze conventie is opgenomen. Minister Uraiki Tramsaran zegt dat de mensen met een beperking als sociale doelgroep speciale aandacht hebben van de regering. Het ministerie van Openbare Werken heeft een nota van wijziging ingediend voor extra financiële middelen over het dienstjaar 2023 in verband met de verhoogde kosten van goederen en diensten. Het verzoek is gedaan om de schulden gemaakt tijdens de werkzaamheden rond watercrisis in 2021 uit te betalen, om de vuilverwerking te garanderen en voor het afronden van urgente gebouwen van de staat. OW heeft hiervoor een bedrag van 310 miljoen SRD nodig. En het directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland is in samenwerking met een landbouwer te Perica in Marowijnen begonnen met het planten van gember op grote schaal. Het directoraat wil een fabriek openen in Mungo, waar gember verwerkt zal worden tot gemberpoeder voor zowel de lokale als internationale markt. De beplantingen zijn vandaag aangevangen. Volgens DAOB-directeur Hermine Pavion heeft het directoraat ruim 80 landbouwers ondersteund bij het kweken van gember. Maar is het bij velen misgelopen. Het directoraat wil daarom alle stappen doorlopen met de landbouwer die op grote schaal gember wil planten.